ik ben Precious en in deze video kijk ik terug naar de tofste game releases van februari. En dat waren deze maand wel echt hele toffe games. Namelijk Dying Light 2, Horizon Forbidden West en Elden Ring. De opvolger van Dying Light is afgelopen maand uitgekomen, namelijk Dying Light 2 Stay Human. En deze game speelt zich een stuk eerder af dan het eerste deel in het plaatsje Villador. Jij komt daar terecht als buitenstaander om te zoeken naar je zusje die al een tijdje verdwenen is. De stad Villador is opgedeeld in 7 verschillende districten die allemaal een eigen manier van leven en overleven hebben. In vergelijking met zijn voorganger is de kaart van Dying Light 2 maar liefst 4 keer groter. Dus nog meer om te ontdekken en te bekijken. Je ontmoet verschillende personages die ieder bij een ander district horen. En het is aan jou de keuze wie jij verder wilt helpen, dus welk district jij verder wilt helpen en welke dus achterblijft. Elke keuze die je maakt heeft impact op de verhaallijn, wat heel erg tof is. En natuurlijk spelen zombies een hele grote rol in deze game, net als de eerste game. Freerunnen, ontdekken en natuurlijk overleven is daarom ook een groot onderdeel van deze game. Wat ook erg tof is, is dat er een online co-op modus is en zo speel je met maximaal 4 spelers tegelijk. Hou er alleen wel rekening mee dat je alleen met mensen kan spelen die op hetzelfde platform spelen als jij. Ik vind deze game toffe elementen hebben zoals de dag- en nachtcyclus, waarbij je specifieke missies hebt die je bijvoorbeeld alleen in de nacht kan doen, het freerunnen met de stamina bar en vooral de grootte van de map waarbij je gewoon heel veel dingen kan doen. De main storyline is niet zo heel groot, maar met de hoeveelheid side missies, dingen die je kan ontdekken en verzamelen, vul je echt al een flink aantal uur en raak je ook sneller afgeleid van de main missie. Deze game is te spelen op PlayStation, Xbox en PC. Een andere wereld die een vervolg heeft gekregen afgelopen maand is de wereld van Aloy met Horizon Forbidden West, het vervolg van Horizon Zero Dawn. Deze game speelt zich een half jaar na de eerste game af. En Aloy gaat in deze game naar het westen, een volledig nieuw gebied om onderzoek te doen naar een mysterieuze en dodelijke plaag. Tijdens haar reis ontmoet ze nieuwe vrienden en oude vrienden en spelen de machines zoals de Bellowback en de Charger gewoon weer een grote rol in deze map. De map is ook een stuk groter ten opzichte van de vorige game, dus er valt weer heel veel te ontdekken en te verzamelen. Uiteindelijk blijkt de missie van Aloy nog groter te zijn dan te dacht, met een nieuwe vijand uit de ruimte. In deze game zijn er ook wat nieuwe features toegevoegd, namelijk het onderwater zwemmen, wat heel erg tof is, en bijvoorbeeld ook het glijden en de Lioncaster, wat hele toffe nieuwe toevoegingen zijn. Het is al een tijdje geleden dat ik Horizon Zero Dawn heb gespeeld, omdat deze al een tijdje terug uit is gekomen, maar na 10 minuten spelen van Horizon Forbidden West zat ik er eigenlijk weer helemaal in. En wat is de game mooi? Het verbaast me elke keer als ik de game aanzet hoe grafisch mooi de game is en hoe realistisch er alles ook echt uitziet, zoals de wolken en de sterren. Nou ja, side missies en ontdekken, dat zijn echt wel de elementen die ik heel erg leuk vind om te doen. En ik vind dat in deze game die 2 elementen ook goed worden vervuld. Ook het onderwater zwemmen en dat je nu ook onderwater steden kan ontdekken, vind ik ook een hele toffe feature. De wereld van Aloy in Horizon Forbidden West is te spelen op PlayStation 4 en PlayStation 5. En dan een volledig nieuw spel dat is uitgekomen, namelijk Elden Ring. Deze game speelt zich af in de Lands Between en jouw doel in dit spel is om de Elden Ring weer heel te maken, door de Rune of Death weer te vinden.
Aan het begin van het spel kan je kiezen tussen verschillende characters die ieder een andere skillset hebben of een ander wapen. Later in de game kan je je wapen en de skills gewoon aanpassen, maar het is wel goed dat je in het begin gewoon iets kiest waar je je fijn bij voelt. Reis door de Lands of Between heen en vecht tegen verschillende vijanden om runes te krijgen. En met deze runes kan je je skills verbeteren, wat je wel echt heel erg nodig hebt. Want soms kom je in een gebied waarbij de vijand gewoon echt te sterk is. En dan kom je tegen de verkeerde aan en dan ben je dood. Elden Ring is daarom ook niet echt voor iedereen weggelegd, want het heeft heel erg veel weg van Dark Souls qua gevechten, vijanden en personages. Een dark fantasy wereld die is gecreëerd door het brein achter Dark Souls en de schrijver van de Game of Thrones boeken klinkt als een combinatie die niet snel verkeerd kan gaan. En naar mijn mening hebben ze dat ook zeker niet gedaan. Normaal gesproken kan mijn rage een game zoals Bloodborne of Dark Souls gewoon echt niet aan. En ik was ook een beetje bang dat het bij deze game ook zou zijn. Maar verrassend genoeg vind ik het niet te erg. Ja, natuurlijk, je komt in best wel lastige gevechten, je moet goed timen en je gaat vaak dood. Wat te verwachten is bij deze game en wat ook heel normaal is bij deze game. Maar wat nu fijn is, is dat je gewoon naar een ander gebied kan gaan, andere soort vijanden kan verslaan om runes te verzamelen, je skills kan verbeteren en later terug kan gaan naar die ene baas waar je zoveel moeite mee hebt. Dit is een hele fijne afwisseling, zeker voor de mensen die niet vaak Dark Souls of Bloodborne of Sekiro hebben gespeeld, maar toch wel zo'n soort game willen spelen. Deze game is te spelen op PlayStation, de Xbox en PC. Dit waren drie hele gave games om te spelen en die vooral mijn open world hart heeft vervuld de afgelopen maand. Dus of je nu van zombies houdt, tegen machines wil vechten of je gaat liever voor de Dark Souls vibe, er was voor iedere gamer wel een hele toffe game om te spelen. Ben je deze games ook aan het spelen? Laat dan eventjes weten in de comments wat jij ervan vindt. En dan zeg ik voor nu heel veel gameplezier en tot de volgende keer. Doei!